Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Dennis. En vandaag heb ik een live commentary op Hardhead, volgens mij. En we gaan proberen vandaag om een live MK46 mob op te halen. En natuurlijk niet zomaar MK46, een gouden MK46, zoals je ziet. Hij is wel vet hoor, moet je zien. Echt, alles is goud gewoon, dat is echt fucking badass. Even kijken, ja, ik heb nou geen stunts. Normaal gewoon krijg ik altijd stunts. Ik denk, ik ben hoogste prestige, hoogste level alles. Ik zal eens een keer kijken hoe die... Portable Raiders, of dat nou wel zo goed is, want iedereen gebruikt het altijd. En ik heb het eigenlijk nooit gebruikt. En je krijgt het volgens mij pas bij level 78 of 72 of zo. Maar ja, we zullen zien of dat het iets is. Voor de mensen die willen weten waarop mijn MK46 zit, volgens mij kun je het trouwens ook gewoon zien bij het begin van het filmpje. Of als ik dacht dood ga weer. Maar in ieder geval Speed en de Silencer, dacht ik. Zit er daarin in die buis dus. Hij is al dood. Oeps. Oppassen geblazen, zie ik wel. Ja, ik weet niet of ik nou hier die portable raider neer zal zetten of aan de andere kant. Ik weet niet wat beter is. Ik denk aan de andere kant. Pak hem even op. Gooi hem even hier in deze hoek. Kom dan, kom dan. Ik wil er wel op af, maar zitten er nou ineens te veel. Anders had ik wel gewoon op afgelopen, maar... Waar zijn jullie? Hé, hey, nou heb ik weer zoiets. Ik wil hem hier hebben. Ik wil hem hier hebben, die portable raider. Al mijn teamers zitten hier. Nee, er zit helemaal geen team. Ik dacht dat al mijn teamers hier zijn. Aan de andere kant. Kom dan. Ik heb een light machine gun, daar moet je mee op de grond liggen. Nee, zoals je ziet, dit ding heeft bijna geen recoil. Echt, dit ding... Of ja, hij heeft wel recoil, maar hij schiet gewoon lekker. Het is gewoon... Als je mij vraagt, gewoon de beste... Light machine gun. Ik heb er veel gebruikt. Ik heb er ook veel goud gehad. Maar ik vind deze tot nu toe het lekkerste schieten. En gewoon het beste. Onder mij. Oké. Niet leuk. Er zit er nog één of niet? Ja, ik zie niks. Al die rook. Ja, team. Ik vertrouw op jou dat jij er overleeft. En als je niet overleeft. Dan weet ik tenminste dat er iemand is. Even kijken. Dood. Ja, ik vertrouw die tunnel niet hoor. Nou, de eerste, de beste assassin kerel heeft mij. Dat was nog eens een mooie kill. Vier. Weg hier, ik heb hier geen zin in. We hebben A, zie ik. En die is dood. Blijf hier constant rondhangen. Normaal doe ik het eigenlijk helemaal niet. Het lukt eigenlijk ook aardig. Maar aan de andere kant, ik heb een light machine gun. Hè. Ik kan veel mensen tegelijkertijd neerknallen. Wow, dank je jongens. Dat was een assassin kereltje, dat moet, want hij zag niks aan nu op mijn portable raider. Ik ben nou iets te afhankelijk van mijn portable raider, dat moet ik echt afleren. Oh joh, dat was schrikreactie. Ik heb hulp nodig hier, ik heb hier zo... Ah goed, teammates komen al helpen, dank je jongens, dank je. Jullie zijn een goed team, dat zie ik wel. Pas op je bij A. Dat is niet altijd even gunstig. Vertrouw het niet helemaal. Ze schieten hem niet dood. Oh, bitches dat jullie zijn. Ze zitten hier alle twee boven. Moet je kijken. Ze zitten hier gewoon alle twee boven. Kijk hem. Ah, dat was vies. 15, nee, 16 streak. En dan ga je dood omdat je teammates niks doen. Gewoon niks. Ze zaten er met z'n tweeën. En ze schoten er niet op. Jammer dit. Dit is echt fucking jammer. Dit is echt gewoon kut. Weet je, dat is, ik zei het gewoon. Het is gewoon kut. Ik ga niet allemaal netjes doen. Het is gewoon kut. Ik zie niks. Vooral die fucking predator missiles. Zo, we gaan gewoon overnieuw proberen, want ja, het potje is nog maar net begonnen. Het was gewoon een perfecte streak even. Het is jammer dat ik hem niet doorgezet heb. Zijn we A, zie ik. Het duurt allemaal lang laden. Oh, oh, waar zat jij? Stond je achter die... Ja, laat maar. What the fuck? Ik ga ook niet in het midden zitten. Ik vind dat niet fijn. Dat is niet mijn plek. Ik zit liever gewoon een beetje om de hoeken van de map heen te lopen. En nou zit ik heel te midden. En dat is niet wat ik fijn vind. Ik zit liever gewoon een beetje heel rond te lopen. Dat is een beetje mijn stijl. Oh, er zit er hier gewoon één. Er zit er hier gewoon één. Te aimen, te campen. Weet ik wat hij allemaal doet. Jammer.
B, heb ik hem? Nee, ik heb hem niet. Hij kwam niet aan, dat had ik niet verwacht. Ik denk, ik zal hem hebben. Er zit gewoon een... Hier, dat bedoel ik. Er ligt gewoon een teammate en een enemy staat erachter. Dan denk ik, teammate, wat doe jij, jongen? Ja, granaat. Die granaten krijgen ook iedere dag meer range, volgens mij. Hij begon lekker, dit potje, jongen. Echt, waarom gaat het nou nu zo slecht? Oh. Let's kill, multi kill. Yay. Ah, spawn protection. Hè? Ook een keer ergens nut van. Sterven, zeg ik. Nee, ik blijf gewoon even... Ja, granaat. Jezus. Ja, dan moet ik weer terug. Zoals we zien, moet ik laden. Oh, die heb ik nog. Nice. Ja, ik kan er niks. Ik wil weglopen, maar dan komen er zoveel. Dan komen er gewoon 800.000 mensen aankruipen. Waarom mag een potje nooit lang lekker gaan? Het gaat altijd heel even goed. Hier, headshot, sterf jij. Nou, de dingen hier ergens. Op zich, als je zo kijkt, de dingen zijn wel echt chill. Headshot. Ja, ik kan niet wegkomen. Ik kan niet wegkomen. Natuurlijk. Normaal blijven mensen campen. En op zo'n moment. En dan rennen ze gewoon achter je aan. Gewoon alsof ze het ruiken. Dat je niks kunt doen. Ja, wat denk jij? Jezus Christus. Al die dead man sand. Ik heb altijd zoveel geluk met die dingen. Dat ding gaat ook kapot. Het duurt ook nog best wel lang, maar ja, hij is kapot. Nou, even kijken. En zullen we zien dat we nog een rook hebben. Ah, nice. Ah. Laden. Ja, fijn. Jezus Christus. Het zit echt niet meer mee, jongen. Het begin ging zo goed. Dat is zo raar. Dan kun je zo goed beginnen. En dan ineens... Dan gaat er een of andere schakelaar om en dan gaat het gewoon fucking slecht. En dan ga je er alles dood en iedereen zit tegen, alles loopt in de weg, noem maar op. Nou, even rustig aan doen. Even wachten tot mijn health regenerate. Nou, kom maar dan. Dan komen mensen aan, dat weet ik zeker. Ja, zuiver. Sterf. Nou. Ah, er zit ook nog eentje. Oh, ja. Nice. Kom dan. Ja, goed zo. Ja, ik blijf hier nou mooi zitten, jongens. Jullie snappen ook wel. Als je ziet hoe ik net gekillt ben, dat ik echt even voorzichtiger ben. Want ik heb er geen zin om weer precies hetzelfde mee te maken. Check dit, jongen. Als je dit wapen nog nooit gebruikt hebt, ik raad het je echt aan om het gewoon een keertje te proberen. Het is zo'n beest gewoon en zo underrated. Zoveel ammo heb je, hij schiet lekker. Hij heeft een goede armor sight. Ja, ik snap niet waarom hij gewoon niet veel meer gebruikt wordt. Mensen denken waarschijnlijk aan light machine guns van zwaar, langzaam. Maar ik heb een speed op en daar merk je niks van. Het is gewoon echt een baas. Het is gewoon echt een beest van een wapen gewoon. En als je mij vraagt, de beste light machine gun in Modern Warfare 3 qua heel handelbaar in ieder geval. Want qua kracht is natuurlijk de M60 altijd beter. Maar deze dit schiet gewoon lekker, schiet snel, schiet accurate. Is gewoon lekker met silencer. De M60 heeft gewoon een gruwelijk irritante iron sight. Daar moet je echt aan leren, of aan wennen zeg maar. Maar hier kun je gewoon met gewoon wapen, of gewoon wapen, hier kun je gewoon met gewoon iron sight goed mee spelen. Je hebt niks anders nodig. Ik zou zeggen, gewoon raam met die banaan. Kom dan. Kan ik ook. Ja, wat denken jullie? Dat ik niet mag wat jullie doen. Oh, 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 nee. Weinig kans, vrij weinig zin in ook. Kom dan. Kom dan. Ja, dan ga ik niet wachten.
Daar heb ik geen geduld voor. Zo lang staan te wachten. Ja, hier zijn ze ook niet, zie ik. Toch die tunnel daar. Genakt. Teammate, doe jij maar. Oh, ik heb hem. Leuk. Ja, ik zet hem gewoon gelijk in. Poortje bijna afgelopen. Oh, EMP ook nog. Nou ja, in ieder geval, die EMP zal in een zoveel seconden toch wel afgelopen zijn. Gok, ik hoop ik. Dat zou lullig zijn. Ik heb het wel zo gehad, maar ja, dan is er ook niks aan te doen. Maar gokken van... Gok in ieder geval dat hij daar ook al weg zou zijn. Maar zoals je net al gezien, dit had een dubbel mob moeten en kunnen zijn. Het was echt... ik had gewoon een paar gruwelijk goede kansen. En jammer dat ik hem nog niet... ja, dat ik gewoon geen twee heb gehaald. Oh, gepanic knife van 100.000 kilometer. Serieus, word ik weer ge-EMP'd? No fucking way. No, jongens. No. Ja, jongens, we tellen hem gewoon mee. Het is gewoon een moopje. Ik word nou gelijk gescrewd, gespawnkilled, alles. Maar ja, het gaat om het idee. Ik heb hem gehaald. Team moet zijn mond houden. We hebben verloren. Het was misschien best wel een defending gameplay soms. Maar in ieder geval, ik hoop toch dat je hem leuk vond. 64 kills met Specialist, niet verkeerd. En verder wil ik jullie nog vragen of jullie mee, of ja, dat jullie mee hebben gedaan aan die giveaway waar ik het laatst over heb gehad. Als je er niet aan mee hebt gedaan, dan moet je echt heel even kijken. Want je kunt er dus een ja, PSN kaart, een Xbox Live kaart, noem maar op. Je kunt er van alles mee winnen. Ik zal er een link in de beschrijving zetten van naar die video hoe het precies werkt en wat je moet doen. En je moet dus voor mij voten voor iets. En als je dat doet en ik win, dan kunnen jullie dus een ding, of ja, een van die dingen winnen. Maar in ieder geval, ja, ik ga jullie spreken. Houden we.